TBI-ondernemingen Kroon, Wolter en Dros, Mobilis en Nico de Bond renoveren de monumentale Maastunnel in Rotterdam. De renovatie van de Maastunnel is noodzakelijk vanwege betonrot en omdat de verouderde installaties, alsmede de bediening en besturing daarvan, niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen die we stellen aan tunnelveiligheid. In de nieuwe situatie wordt de Maastunnel bediend en bestuurd vanaf de verkeerscentrale Kleinpolderplein. Hiervoor wordt de verkeerscentrale verbonden met alle installaties die de Maastunnel veilig maakt en worden deze zichtbaar en bedienbaar gemaakt op afstand. Een geavanceerd camerasysteem, CCTV, door het gehele tracé maakt het gehele tunnelsysteem en elk mogelijke situatie daarin zichtbaar in de verkeerscentrale. Ruim voordat de tunnel begint, staan er al installaties die ervoor zorgen dat de tunnel op afstand kan worden afgesloten. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat de hoge vrachtwagens de Maastunnel inrijden, is deze voorzien van hoogtedetectie. In geval van een calamiteit, zoals een ernstige botsing in de tunnel, wordt de Maastunnel afgesloten voor toestromend verkeer door middel van verkeerslichten en afsluitbomen. De tunnelentree van de Maastunnel is voorzien van matrixborden, zodat de weggebruiker kan worden geïnformeerd over snelheidsbeperkingen of rijbaanafsluiting. Verder zijn er in de gehele tunnel om de 50 meter detectielussen opgenomen in het asfalt. Deze installatie detecteert de snelheid van het verkeer, maar ook automatisch ongewenste situaties zoals filevorming in de tunnel. Voor de veiligheid van de weggebruiker worden er nog meer installaties in de tunnel geplaatst. Bij een calamiteit worden weggebruikers geïnformeerd via luidsprekers. Aan de linkerkant zie je een camera. Er zijn in de tunnel verschillende camera's gepositioneerd om ook problematische situaties in de tunnel vroegtijdig te signaleren. Aan de rechterkant van de tunnel zie je een hulppost. In een hulppost zit een gedeelte voor de weggebruiker om een incident te bestrijden en te melden, maar ook een blusaansluiting voor de brandweer. Doordat de Maastunnel al ruim 70 jaar oud en tevens ook een rijksmonument is, is het om meerdere redenen een bijzonder project. De look en feel van de Maastunnel moet behouden blijven. Authentieke elementen zoals de tegels op de tunnelwand en de specifieke kleur van de verlichting mogen niet verloren gaan. Zo is er bijvoorbeeld gekozen om energiezuinige LED-verlichting toe te passen in de tunnel, maar dan wel met dezelfde kleurlicht als dat van de oude verlichting. Ook de uitdaging om zo min mogelijk verkeersoverlast te veroorzaken, als ook het perfect afstemmen van de onderlinge werkzaamheden, maken het complex.